Ik vind muziek maken, liedjes opnemen, optreden, vind ik nog steeds het leukste wat er is. Is er een nummer buiten The Lonely Boy waarin dat een thema is, het gemis van een vader? Nee. Zo één op één is dat nooit vertaald? Nee. Want dat zeg ik op een zeker moment, ben je daar overheen. Hm. Ik was zelf vader. En ja, dan probeer je dat natuurlijk zo goed mogelijk in te vullen. Ik bedoel, ik heb het rolmodel nooit gehad van hoe is nou precies een vader, weet je. Dus dat moet je dan op dat moment weer uit gaan zoeken, gewoon hoe dat weer het beste werkt. Is dat goed gelukt? Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Kijk, je hebt... Ik probeer het altijd met een beetje humor op te lossen allemaal. Gewoon. Dus niet direct van we gaan de teugels strak aantrekken, maar... Ja, kijk, en bijvoorbeeld pubers, die kunnen ze ontzettend tekeer gaan gewoon. Op dat moment zijn ze niet aanspreekbaar. Dus moet je maar uit laten razen. En dan op een gegeven moment dan zeg je, ja, oké, weet je het nog, wat je gezegd hebt. En dan komt het meestal wel goed allemaal. Maar ben je daar nooit verkrampt in geweest? Ik denk, ik moet een hele goede vader zijn. Het heeft nooit een extra druk opgeleverd. Nee, want wat is een goede vader? Kijk, is een goede vader iemand die van 8 tot 5 werkt en 's avonds moe thuis komt? Ja, of een muzikant die 9 van de 10 dagen onderweg is. Dat is maar net hoe je dat invult. Ik denk, als je thuis bent, ja, dan moet je ook thuis zijn. Dan moet je er ook voor zijn, voor je familie gewoon. Dus, dat is ook iets wat we eigenlijk aan de kinderen zouden moeten vragen. Of een goede vader. Eigenlijk wel, ja. Is er nog iets over van dat jongetje van toen? Die lonely boy? Absoluut. Als er niets van over was, zou ik dat gevoel natuurlijk nooit meer op kunnen roepen. Of wat herken je van jezelf nu nog in dat jongetje van toen? Je zou het niet geloven, maar ik zeg het dan toch maar. Er is toch nog een bepaalde verlegenheid gewoon waar ik me iedere keer weer toch wel overheen moet zetten gewoon. Dat ik, dat is het eigenlijk. Dat is er nog steeds. Ik bedoel, ik heb daar wel aardige technieken voor ontwikkeld in het leven om dat te omzeilen gewoon. Maar dat... Ja, dat raak je dus nooit kwijt. Dat is er gewoon. Is het dan ook misschien weer waar we dan terugkomen aan het begin van het maken van dat album, dat daar toch een beetje onzekerheid in zit? Of staat dat los van het muziek maken? Die onzekerheid of die verlegenheid? Ik denk dat iedere muzikant daar onzeker in is. Ik heb er nooit een ontmoet die van de eerste noot zei, oké, dit is het, het wordt helemaal goed. Die ken ik niet, die zei er gewoon niet. Ik bedoel, dat is maar goed ook. Want ja, dan is er geen zak meer aan. Ik bedoel, het is juist de zoektocht die het interessant maakt. Ik bedoel, het is misschien nu wel een cliché geworden, maar het pad ernaartoe is eigenlijk mooier als het einddoel. Het pad ernaartoe is interessant, dan moet je alles uitvinden, dan moet je alles bij hem op het einddoel. Ja, dan is het bekend. Dus, ja, daarheen is beter als ze zijn.